Ja, allereerst gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, hoe voelt deze overwinning? Ja, kan het niet beschrijven eigenlijk. Het voelt heel spectaculair, voelt heel gek, voelt ja, gewoon als winnen, als in de laatste minuut winnen, weet je. En het is echt een fantastisch gevoel, ik kan het echt niet beschrijven. Hoe is de sfeer nu in de kleedkamer? Is dat opgelucht? Wordt er al muziek gedraaid? Worden mensen gek? Ja, van alles. Wordt muziek gedraaid, wordt gek, ja. Iedereen wordt helemaal gek eigenlijk en op dingen slaan, weet je. En van alles gooien, iedereen is gewoon heel blij. En ja, we hebben heel hard gevochten met z'n allen. Het was een hele moeilijke wedstrijd. Eerste helft was heel lastig, tweede helft in het begin ook. Zo zie je maar, we pakken een rode kaart en uiteindelijk verandert dat gewoon heel de wedstrijd. En uiteindelijk heel blij dat we gewonnen hebben. Ja, dat snap ik. Want helemaal de eerste helft was helemaal niet des PSV. Wij zaten elkaar aan te kijken, zo zijn we PSV niet gewend. Hoe zag jij dat? Nee, ja precies. Ik denk dat de trainer ook een beetje daarvan schrok. Wat? Bas? Oh. Ik dacht dat de trainer schrok er ook wel een beetje van. En wij kennen onszelf ook niet. En dat heeft ons ook duidelijk aangegeven in de rust. En wat ook beter moest. En uiteindelijk hebben we dat gewoon aangepakt. Ook natuurlijk zie je weer dat we goede wissels erin brengen. En uiteindelijk zijn hun weer de mensen die het verschil maken, weet je. En ja, zo zie je maar dat we echt een goed team zijn. Ja, 2016 zijn jullie voor het laatst overwinterd. Hoe oud was jij toen en wat deed je toen? Ik was toen 17. Toen was ik waarschijnlijk voor mijn rijbewijs aan het... ik was gewoon ergens in de jeugd bij PSV. En ik vond het natuurlijk heel mooi dat PSV toen overwinterde. En het is ook wel een tijd geleden dat dat PSV een uitwedstrijd heeft gewonnen. 2007. Precies. En dus schrijven we ook wel een stukje geschiedenis. Ga je dit nu vieren? Ja, vanavond zeker vieren. Even kijken hoe. Lekker wat eten. Dat kan hier hoor. Ja, precies. Ja, daarom. In Spanje eet je altijd goed, weet je. En lekker gewoon met z'n allen lekker gezellig doen. En uiteindelijk gaan we weer op naar zondag dan. Disfrutando mucho. Dankjewel man.